Wel een beetje zenuwachtig. Maar ik hoop gewoon dat het even. De eerste keer moet ik altijd een beetje inkomen. Maar ik hoop dat het nu gewoon even goed gaat. En dan zullen we zien hoe het vandaag gaat. Esmee van Marwijk, tafeltennist sinds haar 11e. Ik vond altijd een hele leuke. Ook op de camping ging ik altijd een balk slaan en zo. En sindsdien ben ik eigenlijk opgegaan. Toen dacht ik, ja, dat is wel leuk. Dus ja, en toen bleef het hangen. En toen vond ik het uiteindelijk heel leuk. En het is niet alleen leuk, ze blijkt er ook nog eens goed in. Esmee is echt een opkomende ster. Ze is wat later begonnen met tafeltennis dan de meeste anderen. Ik geloof dat ze 11 was. En valt nu regelmatig in bij de eredivisie. En ze ontwikkelt zich echt geweldig. En doet vandaag dus mee aan de jeugdmasters. Binnen de sport is de tafeltennis Masters een belangrijk toernooi. Het is eigenlijk het ene belangrijkste toernooi van Nederland. Na het Nederlands kampioenschap, wat in maart in Zwolle gehouden gaat worden. Maar we hebben hier wel de top van Nederland. Pech voor Esmee. Haar tegenstander blijkt net iets te sterk. 11-8 in de vijfde of zo, helaas. Maar de volgende ga ik proberen te pakken. Ik baal er wel van, maar het moet goed komen, hoop ik.